had je hem gelaten. Gefeliciteerd. Ja, Marco heeft hem. Marco heeft hem. Maar dan hadden jullie er drie, dat kan niet. Nee, Marco heeft er eentje gekregen. Ja? Daar stond niks op. Oh. En nu zie ik dat deze gesigneerd. Speciaal voor jou. Bij deze dan de tweede uitreiking. Dankjewel, dankjewel. Ja, nee, ja, we hadden al afgesproken dat we op een hele vare parkeerplaats om de twee weken dat ding gingen overhandigen. Ja, dat werkt niet, hè? Maar er stond ook niks op, dat klopt. Dus we dachten van, waar hebben we hem voor? Dat is natuurlijk over 12 jaar wel belangrijk. Beste single? Ja, dat is gaaf. Hoe is dat eigenlijk, hoe is die single schouder aan schouder ontstaan? Vanuit wie kwam het initiatief? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben 2 jaar achter elkaar samen gezongen in het stadion in Eindhoven. En dat beviel erg goed. En daaruit kwam het idee van, we moeten eens een keer dat gewoon gaan doen. En de laatste keer toen we er stonden, had ik wel echt het gevoel van, we staan hier gewoon schouder aan schouder. Dat is ontzettend leuk. En dat was eigenlijk de eerste... Nou, eigenlijk is het dat we na het afgelopen jaar in Eindhoven kregen een prachtige sms van Marco over hoe leuk het was. En dat was het ook echt. En die sms is eigenlijk de eerste inspiratie geweest door het schrijven van Schouder aan Schouder. Toen ik die had gelezen, dacht ik, nou weet ik het zeker. Dit is de goede term en nou maak ik hem af. Nou, dat is een goede keuze gebleken. Ja. Hebben jullie nog meer toekomstplannen samen? Vast en zeker. Want het bevalt altijd goed om dingen met Marco samen te doen. En er zijn nog geen concrete plannen. Maar die kunnen binnen een paar weken of binnen een paar dagen beklonken. Maar nu is het nog even, Marco is even druk met zijn nieuwe plaat en ik ga opnemen weer en daarna zien we wel weer. Ja, want je hebt net een gouden plaat gewonnen en een dubbel platina en nou die sterren.nl award, ja, wat kan er nog meer bij voor jou? Dit jaar is wel echt, qua prijs is het echt niet bij te houden. Waar zet je ze allemaal neer? Ja, op de schouw. Oh, echt ouderwets op de schouw? Ja, ze staan ouderwets op de schouw en dan op een gegeven moment gaan ze naar het kantoor. Van het management. En dan staan ze daar keurig te pronken. En dan loop je er voorbij. En dan denk je, goed gedaan, Meeuwis. Nou, dat klinkt goed. Guus Meeuwis, gefeliciteerd. Ja, dankjewel.